Het is verschrikkelijk. Het is stil, niets te doen. Ja, je ziet het. We staan hier en geen beweging. Door de uitbraak van het coronavirus en door de dit weekend ingevoerde avondklok leidt ook de taxibranche, merkt taxichauffeur Henk de Ruiter. Er zijn een stuk minder mensen die nu nog een taxi nodig hebben. Het is eigenlijk in maart in principe al begonnen vorig jaar. En, doorgetrokken. We hebben een klein lichtpuntje gehad in juni. Toen het een beetje open ging overal. En daarna is het weer ingekakt. Ja, nu met die avondklok is het na 9 uur 's avonds natuurlijk helemaal niks meer. Ik ben om 5 uur begonnen vanmiddag. En het is nu denk ik 8 uur. 8 uur geweest. Ik heb 2 ritjes. En we waren alle 2 naar het ziekenhuis. En voor de rest niks. En er staat ook geen werk in verder. En tot hoe laat? En ik heb dienst tot 6 uur vanochtend, morgenochtend. Dus dat wordt een hele zware, lange nacht. Merk je dan nog iets dat het moment dat de avondklok ingaat, dat het dan echt helemaal stilvalt? Dan is het nog 10 minuten, een kwartiertje. Zie je nog wat leven op straat met auto's en alles. En 9:45 zie je niks meer. Dan is het klaar, zie je niks meer lopen, niks meer rijden. Dus één spookstad. Ja, u staat hier nou als enige, hè? Ja. Collega's? Collega's zijn allemaal thuis. Ik kan er 1 of 2 bellen, mocht het nodig zijn. Dan springen ze bij, maar dat gebeurt niet. Bijna niet. En de ritten die u dan, ja, die er dan nog zijn, wat zijn dat dan voor soorten ritten? Wat moet veel naar het ziekenhuis toe. Wel eens een verdwaalde die nog, toch nog wel bij iemand zit en naar huis moet. Mensen die van de werk komen, niet meer geen mogelijkheid zien om thuis te komen. Die naar hun doen te lang moeten wachten op een bus, want die rijden natuurlijk ook niet meer zo frequent als voorheen. Ja, die willen dan toch nog wel snel naar huis, dan nemen ze een taxi. Als de avondklok ingaat, dan mag u gewoon pasjes eens thuis brengen? Ja, wij zijn niet degene die om de reden en of een verklaring moeten vragen. Dus iemand die belt, daar gaan wij heen. Hoe moet dat nou verder? Ja, goede vraag. Dit moet ook niet heel lang meer gaan duren. Dan is het klaar voor een heleboel ondernemers. Absoluut. Er zijn natuurlijk allerlei regelingen vanuit het Rijk om financieel bij te springen. Ja. Maakt de taxibranche daar ook gebruik van? Als er een tegemoetkoming is van €1500, bij wijze van spreken, en een lease van een auto is 800 en een verzekering is 300, en de brandstof moet betaald worden, noem maar op, dan blijft er ook niks meer van over. Dus dan is het ook. En die jongens leven ook in hun huizen, moet ook betaald worden, boodschapjes doen. Dus ja. Betekent dat voor veel ondernemers gewoon einde verhaal? Ja, absoluut. Dat weet ik zeker. Ja, je kan niet van de lucht leven. Dus daar zie ik nog wel een heleboel in die gaan stoppen. Vanaf het ziekenhuis, hè? Ja, bij de hoofdingang. Is goed, komen we er zo aan. Oké, doei. Nou, je werd toch nog even gebeld, hè? Ja, net op de valreep voor de avondklok. Dus ik moet nog even iemand ophalen nu. Een ritje. Ja, vanaf het ziekenhuis, hoor. Dus gaan we dat maar doen. Goeie reis. Ja, dankjewel. Fijne avond.